Hi, welkom. Ik ben Paulien Drescher. Ik ben de programmeur van het Nederlands Filmfestival. En ik ben hier om een gesprek te voeren met Nick Rutte. Hij is de regisseur van Dream Droplets, een VR-animatiefilm. We kunnen de film hier helaas niet laten zien aan jullie, omdat de technische omgeving daartoe niet is uitgerust. Maar ik heb de film wel gezien, de jury heeft de film kunnen zien. En het is een heel bijzonder poëtisch verhaal. En we gaan nu luisteren naar een gesprek met Nick, die ons van alles gaat vertellen over de film. Nou, welkom Nick. Leuk dat je er bent. We gaan praten over je project Dream Droplets. Misschien kun je ons heel simpel in de eerste instantie uitleggen wat je ervaart als je het project instapt. De ervaring gaat over een jongvolwassen meid genaamd Kim. Ze loopt weg voor haar problemen. Ze vlucht in de natuur en gaat daar een dagdroom tegemoet. Dus je gaat samen, want het is dus een VR-ervaring, en je gaat samen met Kim op een magische reis. Als je de ervaring binnentreedt, zou je ons door het verhaal kunnen loodsen? Wat gebeurt er? Je begint onderaan de berg en dan? Ja, eigenlijk is het een. Je beleeft de ervaring als een regendruppel. Het is heel erg bij filmische VR-ervaringen ben je heel vaak een soort van een zwevende entiteit in de wereld zonder gronding in de wereld. En dat vind ik heel erg de immersie tegengaan. Dus ik wilde daar graag iets tegen doen. En de film heet Dream Droplets. Het gaat over dromerige druppels. En je bent dus in de film met je VR-headset ben je aan het dagdromen. En je bent een regendruppel en je sijpelt echt van blad naar blad naar beneden. En daar kom je dan Kim tegen, die stormt. Ze is erg verdrietig en ze stormt uit huis. In het volgende shot komt ze dus bij een shrine. En dan benadert ze de kat en dan krimpt ze zelf tot de grootte van een regendruppel. En omdat je dus in VR zit, krimp jij ook tot de grootte van een regendruppel. Misschien ken je het wel van Alice in Wonderland of zo. Het is best wel een bekend geheel, maar hier kun je dus in VR echt ervaren hoe het is om de wereld om je heen steeds groter te zien worden, terwijl je zelf kleiner wordt. Het is schaal werkt zo indrukwekkend in VR. Het is een hele toffe ervaring. Ze wordt omvergeblazen, ze komt in de stroming terecht, tot ze op een gegeven moment niet meer terug kan keren, terwijl er ook gevaar dreigt, een hele grote waterval, en waar je dus samen met haar helemaal van afstort. Het is best wel spannend. Ja, je valt dus gewoon echt in de VR helemaal naar beneden in een meer. En daar. Ik weet niet of ik hoe ver ik moet spoilen, maar. ja, Nou. ze gaat tegen het verdrinken aan onder water. En vind je het leuk om wat te vertellen over je inspiratie voor deze film? Hoe ben je op dit verhaal gekomen? Ik kwam op het idee toen dat ik op vakantie ging naar Japan. Daar heb ik ontzettend veel lopen dagdromen zelf. Ik ben een erg dissociatief persoon. Ik dacht gewoon heel vaak. En toen ik een berg beklom, kwam ik bij een heel wonderlijke plek. Het was een gigantische trap. En toen ik die beklom, kwam ik uiteindelijk bij een shrine-achtig iets terecht. Er zat een klein afdakje en daaronder zat dus een kat verborgen. Op een hele bijzondere compositie. Super hoog op die staircase. En het leek net alsof ik dus de spirit van de mountain ontmoette. En ik vond dat zo'n bijzonder moment. Het was ook super vochtig. Ik voelde heel erg alsof ik werd beoordeeld door die kat. Of dat ik me goed had gedragen. Want dat is nogal een ding in Japan, dat er heel veel sociaal-culturele normen zijn. En dat heeft me heel erg geïnspireerd dat moment in ieder geval vast te leggen. Ik heb dus
eerst de traditionele manier van animatie maken. Dus een animatic. Daar zie je heel veel tekeningen. Die zit je op een tijdlijn met wat geluid eronder. En dan laat je dat aan heel veel mensen zien. En dan kijk je van snappen ze wat er gebeurt. Wat moet er verbeterd worden. Maar dat was dus de eerste fase. Vervolgens ben ik in Quill. Dat is een VR-tekenapplicatie. Dus dan kun je echt schilderen in VR. Dan doe je headset op en dan heb je van die controllers. En als je dan een lijn zet, dan teken je geometrie. En dan kun je dan een kleur aan toekennen. En zo heb ik dus heel die wereld gebouwd. Heel snel. En het leuke is dat je dus echt zelf in die wereld zit. In VR, als je tekent. Dus als je een hele grote toren maakt, dan zie je ook echt van, wow, dit is super groot. Op zo'n scherm is dat veel minder indrukwekkend en immersive. Dus dat was heel erg cool. En daar heb ik, ja, daar werd je in het begin compleet misselijk van. Want camerabewegingen zijn heel moeilijk om goed te doen. Omdat je dus zelf, je zit stil, maar de camera beweegt wel. En dat evenwichtsorgaan, dat mismatcht. En dat voelt al heel snel onprettig. Dus dan moet je heel, er zijn heel wat iteraties overheen gegaan voordat mensen dat comfortabel konden ervaren. Is er misschien toch een mogelijkheid voor kijkers om deze film te ervaren? Ja, voorlopig. Zodra tot de sociale restricties er zijn, zal het nog wel even duren. Maar als mensen hem echt niet willen missen, kun je op mijn website www.nickrutte.nl/dreamdroplets kun je je inschrijven op de mailinglijst. Dus dan vul je je e-mail in en ik ga echt niet spammen. Don't worry. Maar dan krijg je, zodra dat die ergens geëxposeerd wordt, krijg je daar een melding van. En dan ja, kun je hem daar lekker bekijken.